Yves, de 15e editie van Masters of Luxury. Een jubileum. Voelt het ook echt als een feestje voor jou? Ja, eigenlijk wel. En dat, we handelen daar ook naar. Dus we hebben bijvoorbeeld een expositie. Dus bij binnenkomst wandel je door een stukje geschiedenis van de beurs. En dat is ook leuk om te doen. Dus daardoor vind je het ook een stukje jubileum. Ja. Nou hebben jullie als thema Let's Celebrate. Ja. Hoe wordt daar invulling aan gegeven? Ja, dat zie je terug zeg maar, in de decoratie. Ik heb nog nooit zoveel ballonnen besteld. Ik schrok van het bedrag. Maar ja, we maken het heel feestelijk. Het is ook cliché. Maar het is wel, als je zo lang bestaat, dan vind ik ook... Je moet het leven ook vieren. Wat is nou een standhouder van het eerste uur? Ja, Ghazan Diamonds. Die heeft niet één editie gemist. En ook grappig om te zien, die zijn begonnen met... volgens mij was het 36 vierkante meter of zoiets. En nu meer dan 1100 vierkante meter. Dat is echt imponerend. Is dat ook de grootste stand? Ja, is de grootste stand en ook de grootste collectie die ze meenemen. Ik durf te zeggen dat er nergens in de wereld op één moment zo'n indrukwekkende horlogecollectie te bezichtigen is. En wat zijn nog meer paradepaardjes? Wat zijn de dingen waarvan je zegt, nou, dat moet je echt gewoon gezien hebben? Ik vind alles op zijn manier bijzonder. Maar wat ik altijd, waar ik wel onder de indruk van ben, dat zijn de huizen die op de beurs gebouwd worden. Dan hebben ze zo'n stuk asfalt. En dan zie je gewoon, in plaatjesvorm zie je zo'n heel huis ontstaan in een paar dagen tijd. En als je dan ziet het huis wat Molteni aan het bouwen is, samen met Co van der Horst. Wauw. Wat is jouw favoriete beursdag? Dit heeft nog nooit iemand mij gevraagd. Dat weet ik namelijk. Dat is zaterdagmiddag. Want de vrijdag is altijd even bijkomen van de openingsavond. Veel dingen nog aanpassen. De zaterdagochtend, dan hebben we het bijna... alle dingen eruit. En dan zaterdagmiddag, dan is het echt allemaal duidelijk en goed. Nou is er ook jaarlijks de dames- en de herenlunch, ja. Apart van elkaar. Ja, die maandag, de Business Monday, is vooral één grote netwerkdag. Dat is natuurlijk ook het leuke van wat wij doen. Wij zijn ook een social event. Dus je komt niet alleen voor de stands, je komt ook om elkaar te ontmoeten. Dan is het maandag, de deuren van de RAI gaan dicht. En dan is het klaar. Ja. Hoe voel jij je dan? Lekker. En ik ben ook, ik ben zelf geboren ook in december, dus ik ben altijd kort daarna jarig. En dan vind ik het heerlijk om gewoon niks te doen. Nou Yves, ik wens je ontzettend veel succes met deze beurs en let's celebrate life. Ik hoop dat je er ook bij bent. Zeker. Hè?